De Vereniging van Economisten in Suriname, VES, heeft gisteren een discussieavond gehouden over de economie van Curaçao. Zij deed dat in samenwerking met de Association of Dutch Caribbean Economists. Het thema van de discussie was economische uitdagingen en kansen voor Curaçao. De inleiders van de avond waren Luelo Girigori, secretaris-generaal van het ministerie van Economische Ontwikkeling van Curaçao, en Rob van den Berg, oprichter en oud-voorzitter van de Dutch Caribbean Economists. Ondernemer Swami Girdari gaf eerst een uiteenzetting over de Surinaamse economie. Wat kunnen we realiseren tussen Suriname en Curaçao? Zoals Naomi eerder aangaf, waren wij mee in Curaçao, waarbij de voorzitter min of meer een presentatie heeft verzorgd. De eerste presentatie had hij verzorgd voor de vereniging, de Surinaamse vereniging LPF, en dat was op 10 mei. Er is daar ook een Surinaamse diaspora die zeer geïnteresseerd waren in het verhaal. Verder was er dan op 11 mei een lezing voor de Association of the Dutch Caribbean Economists. De lezing draagde als titel Two Steps Forward, Three Steps Backwards, de wispelturige economische ontwikkeling van Suriname. Tijdens de lezing kwamen een aantal zaken aan de orde, namelijk een historische economische ontwikkeling van Suriname die Suriname heeft doorgemaakt de afgelopen tientallen jaren. Inleider Girigori ging in op de inkomsten en uitgaven van de Curaçaose overheid. De eerste twee jaren hebben we al, zeg maar, toen de tijd qua budget gezien meer besteed, dus dit kolom, zeg maar, meer besteed dat we aan inkomsten hebben al gegenereerd. En dat ging zeker twee jaar voordat we dan hebben gerealiseerd van, nou jongens, zo kan het eigenlijk niet werken. Dus toen had je dan gezien van, hoewel zeg maar de jaren daarna behoorlijk wat minder is geconsumeerd dat wij dan hebben in principe binnengehaald als overheid, is er nog steeds dat je dan behoorlijk wat schulden, want er zit een bepaalde regeling daarin dat wij dan over 3 jaar niet een schuld mag, dus over 3 jaar gezien, mag je dan moet de budget van overheid nul of een surplus hebben. Dus dat betekent als je nou een jaar 10 gulden te veel had gegeven, dat je dan in ieder geval voor de komende 3 jaren 3 gulden zeker surplus moet hebben om die 10, of 3 1/3, om die 10 weg te werken, zeg maar. Dus secretaris-generaal van het ministerie van Economische Ontwikkeling van Curaçao, Luelo Girigori, gisteren tijdens de discussieavond van de Vereniging van Economisten in Suriname, VES, in de courtyard bij Marriott Hotel.